Hoe groot is ons probleem als bijvoorbeeld Noorwegen door een sabotageactie ook getroffen zou worden, die pijpleiding? Niet deze winter zozeer, maar dan hebben we een groot probleem in de aanloop naar de volgende winter met het vullen van de bergingen. We hebben grote gasbergingen in het land. In Nederland staan de grootste van Noordwest-Europa. Die hebben we voor een deel nog dit jaar gevuld met Russisch gas. Dat zal sowieso niet terugkeren, vermoeden we. En als Noorwegen dan wegvalt, hebben we een groot probleem. We hebben echt een groot probleem. Ja. Hoe groot? Kwantificeer dat dus. Nou, dat kan ik niet zo zeggen, want de pijplijn loopt ook niet naar Nederland toe, hè, voor alle helderheid. De pijplijn loopt naar Duitsland, naar Emden. Dus het komt via Duitsland komt dat binnen, dus dat kan ik niet kwantificeren. Maar dan komen we echt in scenario's terecht waarbij we, daar hadden we het net over, fysieke gastekorten kunnen krijgen. En dan is eventueel, ik wil niet de hele tijd over Groningen praten, maar dan is eventueel wel Groningen aan zouden moeten spreken, want dan komen we echt in hele negatieve situatie. Nou ja, dan kom je in een situatie waar we hebben een zogenaamd beschermen herstel van gas, dus dan gaan we gewoon keurig doorlopen, een aantal stappen achter elkaar. Dat kan betekenen dat je bijvoorbeeld de industriestukken moet afschakelen. Natuurlijk ook een horrorscenario. En dan helemaal aan de onderkant kom je nog een keer Groningen tegen wanneer er veiligheidsbelangen in het spel zijn. Ja. Er doet zich een hele opmerkelijke situatie voor, zagen wij. En u weet wellicht waar ik naartoe wil. Namelijk dat we nog steeds wel het nodige gas uit de bodem halen. Niet uit Groningen, maar uit andere plekken. Maar dat ook weer voor een heel groot deel verkopen. Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer was daar behoorlijk kritisch over een klein tijdje terug. Uit de Kamervragen van gisteren blijkt dat wij 20 miljard kub gas winnen. En daarvan al 17,5 miljard kuub exporteren in langjarige contracten. Ik herhaal, dit land is gedeeltelijk zelfvoorzienend, produceert nog steeds 20 miljard kuub, kleine velden, Noordzee en een klein beetje Groningen, en heeft daarvan 17,5 miljard verpatst. De contracten zijn geheim. Ik wil die contracten op tafel binnen 48 uur. Wie koopt dat gas en tegen welke prijs? Zegt u maar, meneer Velbrief. Wie koopt dat gas en tegen welke prijs? Nou, zal ik beginnen bij wie het gas verkoopt? Ja? Het gas wordt verkocht door een bedrijf, een particulier bedrijf. Dat heet GasTerra. En dat bedrijf sluit contracten met allerlei partijen over in Europa en de wereld. Gasmarkt is een markt, hè? Dus we moeten niet denken dat wij ons op onze bel kunnen gaan zitten en dat voor onszelf kunnen houden. Zo is het niet. GasTerra is toch van de Nederlandse staat? Is voor een deel van de Nederlandse staat en voor het andere deel van Shell en Exxon. Maar dan gaat u daar. Maar dat zijn, zijn private contracten. Dus ik geloof niet dat u het fijn zou vinden als we uw private contracten allemaal gedwongen openbaar moesten maken. Dat geldt ook voor dit bedrijf. Dat is, maar u begrijpt toch wel waarom het raar aanvoelt? Ja, ik begrijp het heel goed. Maar Piet van Omtzigt, hoe lief ik hem ook heb, dat weet hij ook, zit hier een beetje op een spoor waar hij iets zoekt wat er niet helemaal is. Maar hij heeft wel gelijk dat er gewoon 17,5 miljard Zeker. Gas uit de Nederlandse bodem naar het buitenland. En daar verdienen we heel goed aan met elkaar, wist u dat? Want er komt een heleboel geld van terug in de schatkist. Wat gaat naar mensen die nu in energiearmoede zitten. Ja, maar dan moet ik u op uw bruine ogen geloven. Want die contracten zijn geheim. Waarom worden die niet gewoon openbaar gemaakt? Omdat ze van een particulier bedrijf zijn. Dat heeft de premier heeft dit ongeveer een half uur lang tegen de heer Omtzigt gezegd. Maar het goede aan Pieter Omtzigt is, dat maakt niet zoveel uit. Want hij blijft gewoon toch vragen. Zeker. Omdat in dit geval, toen ik hem dat zo hoorde vragen, dacht ik van, dat vind ik ook. Het is een opmerkelijke situatie. Het is een opmerkelijke situatie. En ik begrijp dat mensen. Maar nogmaals, ik probeer het dus uit te leggen. Het is een particulier bedrijf, een privébedrijf, wat ons gas verkoopt. Ons gas, wat op kleine velden vooral, op de Noordzee wordt gewonnen. En die contracten kunnen we maar niet zomaar openbaar maken. Dat is een bedrijf. En dat is het allerbelangrijkste. Als je contracten niet meer gaat eerbiedigen, dan gaan andere landen dat ook met ons doen. En dan ben je echt weg. Dan trek je gewoon het vloerkleed onder je betrekkingen met andere landen uit. En uiteindelijk word je daar zelf een slachtoffer van. Dus niet doen. Tot slot dan over deze situatie. U zei het net al eventjes. Voor deze winter maakt u zich geen zorgen. De reserves zitten voldoende vol. Nou, geen zorgen. Okay. Als we Elfstedentocht gaan rijden, hebben we dan een probleem? Nee. Als we een Elfstedentocht hebben, hebben we veel plezier. Als we er twee gaan rijden, is ook wel eens gebeurd. Ja, is ook wel eens gebeurd. Maar die kans is met de opwarming toch niet zo groot. Nee, maar we hebben voor deze winter geen acuut probleem. Bergingen goed gevuld, veel LNG, goed bespaard met gas. Maar voor het volgende seizoen is het echt spannend. Ja. Echt spannend. Dus voor deze een beetje zorgen en voor 2023 echt de spannend. Nodige zorg. Ja. Okay. Dank voor uw toelichting. Alsjeblieft. We gaan het hebben.